grote is natuurlijk Ronnie Flex, het hoofdpodium. Komt met een grote, grote band. Ja, hoe heb je die binnen kunnen slepen? Ronnie Flex, want ja, die is populair, hè? Ja, want een paar jaar geleden hadden we hem al in de kleine tent. Ja, toen ging het dak er al helemaal af. Dus ik had hem al wel hoog op het lijstje staan. En ik ga niet zo snel weer een band weer terughalen. Maar ja, nu hoor ik hem met een grote band treedt hij op. En dan is het weer iets nieuws. En voor op het podium, op het hoofdpodium, moet toch wat staan. Ja, dan vond ik de perfecte act. Ik heb zelf een filosofie dat er gewoon iets moet gebeuren op het podium. Of in de tent. Ja. Dus een band moet of dat je op het podium staat, wow, dat het helemaal uit zijn dak gaat. En of een band mag zo ingetogen zijn, maar dat het publiek helemaal stil wordt. Er moet iets gebeuren. En als ik bands ga bekijken in Paradiso of een festival, en ik heb dat niet. Ik heb niet dat er iets gebeurt op het podium. Of ik heb ook niet het idee dat in het publiek wat gebeurt. Ook al hebben ze een hitje of wat dan ook, dan boek ik het niet. Wat is jouw eerste herinnering aan Dijkpop eigenlijk? Nou, ik ben opgegroeid naast het oude Dijkpop, het eerste Dijkpopterrein. Oh ja? Ja, hier een stukje verderop. Dus ja, ik ben opgegroeid toen ik een jaar of 8 was, dat het begon. Toen hoorde je het? Toen hoorde ik het al. Ja, mocht je het terrein nog niet op? Nou, tijdens de opbouw in de weken voor ging ik met vriendjes uit de buurt gingen we kijken. Tijdens de dag zelf kropen we onder hekken door. Vonden we allemaal bar interessant om te zien wat daar allemaal gebeurde. Onder de indruk van al die dronken mensen en harde muziek. Hou jij rekening met programmeren met dat publiek? Dus boeren, landarbeiders? Nee, nou, in het verleden was het echt veel rock en blues publiek dat we hier in de regio hadden. Als het maar stevig en hard was. Sinds ik ben gaan programmeren heb ik het toch een beetje nuances proberen aan te brengen. Rustigere muziek, diverse stijlen, dance. Nu ook hip-hop. Ja. Eigenlijk, de rock blijft altijd, zal altijd blijven. Ja. Maar het is nu gewoon veel breder. Het publiek moest de eerste jaren een beetje aan wennen. Ja. Maar ik zie nu dat iedereen overal naartoe gaat. En dat het soms drukker is bij de dance dan bij de rock en andersom. Heb je als een misser gehad ook? Dat je iets hebt laten lopen waar je achteraf spijt van hebt? Ik heb een optie gehad ooit op Kings of Leon. Was allemaal mogelijk, alleen op dat moment €5.000 voor Kings of Leon vonden we te duur voor een onbekende band. You know that I can use somebody. Ik heb het ook gehad met Stromae. Niemand vond het wat. Nee, ik zeg, dit is toch goed, dit moeten we hebben. Nou ja, dat is op een gegeven moment dat iedereen zegt, ik hoor het er niet in. Toen dacht ik van, als ik afbel, ik zeg, we gaan er niet meer verder. Waar ben je trots op dat je die act binnen gesleept hebt? Of, Nou, eigenlijk op Triggerfinger. Als je nou onbeperkt budget had, welke band zou je direct programmeren? Ja, Nick Cave. Ja? Nick Cave en de Bad Seeds. Into my arms, oh Lord, into my arms. Mijn ergste nachtmerrie, die komt jaarlijks terug, dat ik de verkeerde datum heb doorgegeven aan alle acts. Ja. Dus ik bijvoorbeeld, het is dit jaar 7 juli, dat ik bijvoorbeeld 14 juli heb doorgegeven. Dus dat we op 7 juli alles klaar staat en dat er geen band komt opdagen.